Gelukkig nieuwjaar! Het is 2024 en dit is de eerste video op mijn YouTube kanaal van dit jaar. En ik wil jullie een heel fijn 2024 wensen met hopelijk ook heel veel leuke plannen. Ik hoop dat al jullie dromen en wensen en goede voornemens uit mogen komen. En ik dacht, het is wel weer een leuk moment om weer eens een keer een goede voornemensvideo op te nemen. Waar gaan we beginnen? Ik heb dus een lijstje gemaakt. Die staat daar. Dus af en toe kijk ik even die kant op om te spieken wat ik ook alweer had opgeschreven. Ik heb het lijstje niet in secties gedeeld van persoonlijk en zakelijk. Het staat allemaal door elkaar heen. Dus we gaan van hot naar her. Maar laten we vooral gelijk beginnen. Oké. Bovenaan het lijstje heb ik staan een nieuwe auto kopen. Mijn auto is prima. Hè? Je mag niet klagen. Ik heb een leuk Renault Twingo'tje. En hij rijdt van A naar B. Hij heeft cruise control. Automatische ramen. Dus dat is allemaal helemaal chill. Alleen het nadeel van die auto is dat de airco niet meer werkt. Die werkt al heel lang niet meer. Die is kapot. Die moet gerepareerd worden. En dat heb ik niet gedaan. Olivia moet altijd bij mij voorin zitten. Omdat het drie deurs is. Dat vind ik wel een nadeel. Nu ze groter wordt wil ik toch eigenlijk dat ze liever achterin zit. Want het is gewoon veiliger om achterin te zitten in de auto. Dus dan moet er een nieuwe auto komen. En zoals jullie misschien wel weten is mijn droomauto een Audi TT. Nou ja, dat is meteen niet echt een praktische auto voor een gezin. Dus ik ga een andere degelijke familieauto dit jaar kopen. En dit is niet echt goed voornemen. Dit gaat gewoon echt gebeuren. Dus wanneer, dat weet ik niet. Ik hoop heel snel. Ik weet nog niet of ik hem ga leasen. Of dat ik hem misschien een youngtimer koop. Want dan zet ik hem zakelijk. En dat is dan financieel wat voordeliger. Maar dat moet ik allemaal nog uitzoeken. Mijn wens nu is een Mini Cooper. Want dat is een beetje een solide, kleine auto. Snap je? Daar kun je mee op de snelweg. En dan heb je nog iets te vertellen. Ik heb bij Renault Twingo ben je echt een koekblik op de snelweg. Dus mijn hart gaat nu naar een Mini Cooper. Of het een Mini Cooper gaat zijn, dat horen jullie en Future Mattia in als ik ga reflecten op deze video over een jaar, als we naar 2025 gaan. Dat is trouwens bizar om over na te denken. Hè? Hoe zal 2024 gaan lopen? Er gaat zoveel gebeuren wat we nu niet kunnen voorzien. Ik weet nog wel in het jaar van corona dat ik ook goede voornemens een video had gemaakt. En uiteindelijk kwam corona. Ja, dat had niemand voorzien. Dus ik hoop niet dat er zoiets als corona weer komt dit jaar. Maar je weet het niet met al die oorlogen en crisis en klimaat en noem maar op. Ben ik heel benieuwd wat 2024 gaat brengen. Ik hoop dat het een rustig jaar in dat opzicht gaat worden. Laten we vooral doorgaan naar het volgende. Mijn volgende goede voornemen. Dat is verhuizen naar een Brabel. Dit is meer een wens dan een goede voornemen. Het is niet dat er concrete plannen al zijn dat wij naar Brabel gaan verhuizen. Dat is meer een wens die ik altijd heb. Ik zou gewoon super graag dicht bij mijn familie willen wonen. Bij mijn ouders, bij mijn broer en zijn vrouw en zijn kinderen. Mijn opa en oma. Mijn ooms en tantes. Ik heb mijn hele familie eigenlijk in Maas en Waal wonen. En Wamel heeft gewoon mijn hart. Daar is zoveel te doen voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Zoveel activiteiten. Je hebt een kermis, je hebt carnaval, wat heel leuk gevierd wordt. Ze organiseren echt van alles. Kerstborrels tot tentfeesten. Ja, mijn hart ligt in Wamel. Maar mijn hart ligt wel alleen in Wamel als Nicky dat wil. Dus ik wil niet Nicky deze zin meenemen naar Wamel. En dat hij daar doodongelukkig is. Dus dat is iets wat... Er moet een huis komen wat precies voor ons gemaakt is. En dan wellicht kunnen we naar Wamel verhuizen. En ik hoop natuurlijk dat het in 2024 gaat gebeuren. Maar als dat in 2027 pas gaat gebeuren, ben ik daar ook content mee. Maar ooit zal ik weer in Wamel wonen. En dan wel met Nicky, hè? Want ik ga niet bij hem weg
Omdat ik zo graag in Wamel wil wonen. Zo groot is die liefde voor Wamel niet. Dan gaan we even door naar het volgende puntje. En dat is mijn bedrijf laten groeien. Ik ben natuurlijk in 2023 overgestapt van fulltime streamen naar social media manager voor bedrijven. En ik ben heel blij dat ik dit gedaan heb. Ik heb veel meer rust en regelmaat in mijn leven. En dat merk ik gewoon in alles. Ik verdien ook meer dan dat ik toen verdiende. Dus dat geeft me ook weer wat meer vrijheid in de dingen die ik kan doen. Dat was natuurlijk niet van het een op andere moment. Dat heeft 9 maanden moeten groeien voordat ik überhaupt een fatsoenlijk salaris eruit haalde. En dat wil ik natuurlijk. Nu is de basis gezet en nu wil ik doorgroeien naar een nog grotere onderneming natuurlijk. Ik had erbij gezet dat ik mijn team wil uitbreiden. Mijn team bestaat nu uit mezelf en een ander content creator. Die helpt mij met vooral veel graphics en content maken die ik dan bedenk voor de klanten. En ook het plaatsen ervan. Dat stukje kunnen we natuurlijk nog meer uitbreiden. Misschien dat die persoon meer uur gaat werken. Of dat er nog een persoon bij komt die daar ook bij helpt. Ik ben nu nog wel op het punt dat ik graag zelf alle content wil bedenken. Of in ieder geval de strategie en de content wil bedenken. En de vrijheid laat ik wel aan de content creators voor het maken. Dat mogen ze helemaal zelf invullen. Dat vind ik wel leuk, maar niet zo leuk als iemand die daar, dat de main focus is. Dus ik vind ook, iedereen moet doen waar hij het beste in is. En ik ben meer aan de strategische kant van de content creatie dan van de creatieve kant. Nou, hoewel, strategie komt ook een stuk creativiteit bij kijken. Maar dat is een ander soort creativiteit. En als we dan het team kunnen laten groeien, kunnen we natuurlijk ook meer klanten aannemen. En dat zou geweldig zijn. Dus daar hoop ik natuurlijk van harte op. En hoe het er nu uitziet, gaat dat zeker ook lukken. Daar ga ik echt mijn stinkende best voor doen om dat te verwezenlijken. Dus dat ben ik wel benieuwd hoe dat gaat zijn als ik hier op deze video terug ga kijken wat ik daarvan vind. Oh ja, dan heb ik een beetje in het verlengde van dat wil ik een online leeromgeving lanceren. Daar ben ik al mee bezig. Ik zit nu in de pilotfase daarvan. En mijn idee is om dat in april of maart echt te lanceren voor ZZP'ers. Die dus niet een social media manager kunnen inhuren. Maar wellicht wel aan de slag willen met een goede social media strategie. En daar ga ik dus een online platform voor maken. Zodat ze wel mijn kennis en expertise kunnen gebruiken. Maar niet mij 1-op-1 hoeven in te huren. Maar gewoon lekker zelf aan de slag kunnen gaan. Met ik denk aan een half uurtje per week. Of misschien een dagdeel per week. Het ligt eraan hoeveel tijd je eraan kwijt wil. Het verlengde daarvan. Dit heeft allemaal wel een beetje met elkaar te maken natuurlijk. Is mijn goede voornemen. Mijn volgende goede voornemen is om minder te gaan werken. Maar je wil groeien. Ja, dus ik wil het wat beter indelen en mijn team uitbreiden natuurlijk. Zodat ik meer tijd kan besteden met aan leuke dingen doen met Olivia. Dus dat ik niet alleen op mama dag het huis moet onderhouden. Mijn huishouden moet runnen. Poetsen, noem al dat soort dingen. Maar dat we ook echt daadwerkelijk leuke dingen kunnen doen. Dus dat is zeker mijn wens voor 2024. En misschien, dat had ik niet eens op het lijstje gezet, hoort daar dan wel bij dat we misschien een poets kunnen vinden. Heet dat een poets of een hulp in de huishouding? Dus dat de badkamer en de toilet en de keuken even 1 keer per week door iemand anders grondig worden gedaan. Dat geeft mij al best wel veel vrijheid. Dus wellicht kunnen we dat in... dit is leuk! Iedere maand uit eten met Nikki uiteraard. Die moet sowieso mee iedere maand. En Olivia, dus, ja, de ene keer gaat ze wel mee, de andere keer niet. Kijk, uit eten met een kind is toch anders dan met z'n tweetjes uit eten. Dan kun je langer tafelen, veel meer kletsen met elkaar over diepgaandere dingen. Maar ik vind het ook leuk om Olivia ook mee uit eten te nemen. Dus wellicht om de maand met Olivia en dan om de maand zonder Olivia. In ieder geval wil ik veel meer uit eten, want ik denk in 2023 ben ik denk ik 5 keer uit eten geweest. En dan nog niet eens allemaal met Nikki, dus ik wil gewoon vaker met Nikki. Ik wil die date night wil ik erin houden, 1 keer per maand, dat moet lukken toch? In 2023 was mijn financiële
situatie ook niet toe in staat om meer uit eten te gaan. Dus dat is eigenlijk waar ik voor werk. Lekker uit eten en wellicht vakantie. Dat gaan we zien. Ah, nu gaan we weer terug naar streamen. Want dat hebben we nog helemaal niet benoemd. Mijn goede voornemen in 2024 is om consistent te blijven streamen. Wat ik nu al doe. Iedere dinsdag om 5 uur ben ik natuurlijk live. En dat wil ik zo doorzetten. Daar hoop ik dus meer volgers mee te krijgen. Maar ik ga geen volgerdoel zetten. Want dat maakt me letterlijk niet uit met streamen. Ik wil gewoon lekker gamen. En 1 keer per week gamen. Dat mag ik mezelf wel geven. En dan dat dan meteen streamen. Lijkt me heel leuk. Dus ik verwacht niet veel IRL content dit jaar. Maar gewoon lekkere game content. Lekker met z'n allen nieuwe games checken. Oude games opnieuw spelen. Samen spelen in multiplayer games. Noem maar op. Ja, daar kijk ik heel erg naar uit. En dat wil ik gewoon volhouden. Dus dat is niet echt een moeilijk goed voornemen. Het is niet van, oh, ga iets nieuws doen. Het is gewoon volhouden wat je al doet. En misschien bevalt het me zo goed dat ik gewoon nog meer ga streamen. Wie weet. 5.000 abonnees op YouTube is wat ik graag wil behalen. Zoals jullie misschien al gemerkt hebben, heb ik veel meer consistentie op YouTube op het moment. We zijn veel meer aan het uploaden. Sowieso ook op YouTube streamen iedere dinsdag om 5 uur. En op vrijdag iedere keer een lifestyle of weekvlog. Net wat ik die week heb. Dus vandaag was dat goede voornemensvideo. En op zondag een game video. Dit wil ik eigenlijk ook wel een beetje volhouden. En daarmee wil ik dus die 5.000 subs gaan halen. Maar eigenlijk, als ik diep in mijn hart kijk, wil ik misschien wel naar die 7.500. Maar ik weet dat dat heel ambitieus is. Maar wie niet iets uitspreekt, zal het ook niet krijgen. Dus nou, laten we voor die 7.500 abonnees gaan op YouTube. Dan heb ik nog een ander volgerdoel. En dat is, dan denk je, Mathieu, je ontkracht net het nut van volgerdoelen. En dat is ook zo. Toch wil ik 500 volgers halen op mijn business Instagram. Dus dat is de Mathieu Social Media Instagram. En nou wil ik niet dat jullie allemaal gaan volgen, mijn account gaan volgen. Want ik wil eigenlijk 500 kwalitatief goede volgers hebben. Dus mensen die in de toekomst geneigd zijn om misschien met mijn online platform of online leeromgeving aan de slag willen gaan. Of een 1-op-1 dienst van mij willen. En toen viel mijn camera uit, want die was leeg. Oepsie. Ik had nog 2 puntjes die ik wilde benoemen. En ik dacht, weet je, ik kan wel wachten tot mijn camera is opgeladen. Maar dat duurt weer lang en ik ben nu aan het opnemen. En toen dacht ik, dit is wel een mooi punt, want het hoeft allemaal niet perfect. Dus dat vind ik wel een mooi punt om ook nog even te benoemen. In 2024 wil ik niet dat alles perfect is. En dan wil ik niet zeggen dat ik voor kwantiteit over kwaliteit ga, maar dat helemaal gepolijste, perfecte leventje, dat hoeft van mij niet op de socials te komen. Dus deze video hoeft voor mij ook niet perfect gepolijst te zijn. En nou, deze nieuwe angle vind ik dan wel leuk om mee af te sluiten. Dus die 500 volgers op Mathieu Social Media Manager, de Instagram. En dan hoop ik kwalitatief goede volgers. Dus mocht jij ooit geïnteresseerd zijn in een social media manager voor jouw bedrijf, of misschien werk je ergens en kunnen ze een social media manager gebruiken, dan wil ik je zeker vragen om mijn kanaal om mijn Instagram te volgen. Want dan ben je ook de doelgroep. En vind je die content wellicht leuk. En als je dat niet hebt, dan zou ik vooral gewoon lekker Mathieu TV blijven volgen op Instagram. Want daar post ik alles over gaming en alle lifestyle dingen. Ja, mijn leven gewoon. Dat was meer content maken op TikTok. Die staat helemaal onderaan. Maakt me niet zo heel veel uit. Maar meer gewoon dingetjes als ik iets zie. Oh, dan denk ik, oh, leuk om te maken of een leuk filmpje. Gewoon delen. Waarom niet? Het leven is kort. En het is leuk om video dagboeken bij te houden. Dus dat is zeker iets wat ik wil gaan doen in 2024. Die weekvlogs zijn super leuk, maar ik heb niet altijd een week dat je denkt, wauw, wat kan je hierover vloggen? Dan ben ik gewoon alleen maar aan het werk. Maar wellicht komt er iets leuks in 2024 waar ik wel meer over kan vloggen. Zoals een verhuizing of zo. Dat ga ik zeker weer vastleggen. Want het is heel leuk om terug te kijken naar mijn oude verhuizing. Nou, dat was het. Zoals ik de video startte was gelukkig nieuwjaar. Dan wil ik jullie nog een keer de beste wensen voor 2024 geven. En dan zie ik jullie hopelijk snel bij een nieuwe video. En anders bij een nieuwe stream. Bedankt voor het kijken. Doei!
Bye.